Vandaag hebben we twee gasten in de studio en zij zijn van de stichting BITAF uit Den Helder. En zij stellen zich graag even aan u voor. Jongens, welkom. Goedenavond, mijn naam is Jorik en ik kom uit Den Helder. Ik woon nu in Brabant en samen met Bas organiseren wij met stichting BITAF evenementen en waarmee we fondsen werven voor goede doelen. Ja. Nou, zoals Jorik al zei, mijn naam is Bas en nou, wij doen dan samen de stichting BITAF. Nou, en volgens mij heeft Jorik het een en ander al verteld over wat de stichting precies inhoudt. Ja. En nou, als het goed is gaan we er zo meer over vertellen. Uiteraard. De stichting BITAF, als ik hem vrij vertaal, wees stoer. Ja. Het is wel een hele stoere naam. Wat doen jullie als stichting zijnde? Nou, als stichting organiseren we fondswervende evenementen. En aan deze evenementen of activiteiten hebben we eigenlijk een paar criteria gesteld. We hebben gezegd ze moeten grensverleggend zijn en uitdagend. En moeten er natuurlijk fondsen mee kunnen werven. En zodoende hebben we een aantal evenementen in de jaren georganiseerd. Maar de naam BITAF, zo verzonnen, zo spontaan opgeborreld? Want het zijn geen alledaagse evenementen die jullie organiseren. Nou, het, het zijn evenementen waar je inderdaad je grens bij moet verleggen en even stoer moet zijn. Het moet wel voor iedereen een haalbare prestatie zijn, maar je moet er wel inderdaad wat voor doen, voor trainen, je grens verleggen en vooral stoer zijn. Ja. Hoe lang bestaan jullie al als stichting? De stichting bestaat nu ongeveer een jaar. En daarvoor zijn we eigenlijk al actief geweest als team BITAF. We hebben de fietstocht Duchenne Heroes gereden in 7 dagen, 700 kilometer door de Ardennen richting Nederland. Zo. Ook zelf fondsen geworven voor het goede doel, de spierziekte van Duchenne. Ja. En van daaruit is eigenlijk een beetje het idee ontstaan om zelf ook dat soort evenementen te organiseren. En andere mensen een uitdaging te gunnen waar ze zich in kunnen, hun grenzen kunnen verleggen. Ja. Jij hebt het over een fietstocht. Wat hebben jullie in de jaren al meer gedaan aan evenementen? Verschillende evenementjes. Van kleine sponsorloopjes naar afgelopen jaar bijvoorbeeld de Beach Run op het strand in Den Helder. Een klein select groepje heeft er aan meegedaan dit jaar. En we gaan hem ook dit jaar weer organiseren. En waar we een heel groot publiek voor gaan proberen te trekken. Maar ja, op zich, een beachrun is niet zo bijzonder. Maar wat maakt jullie beachrun nou zo bijzonder? Nou, de beachrun die wij georganiseerd hebben is inderdaad wel een beachrun gewoon over het strand. Alleen wij hebben hem gedaan niet bij daglicht, maar in het donker. Dus dat maakt het al extra moeilijk. Ja. Je hebt minder zicht en... Het toffe eraan ook is omdat het nergens anders nog is. 's Nachts een hardloopwedstrijd over het strand. Ja, en dat maakt het toch weer een ander soort beachrun dan de gewone huistuin- en keukenbeachrun die er al heel veel is. En het was ook niet echt lekker weer, geloof ik, hè? Nee, het weer was slecht, maar toch, toen de tocht zelf was de conditie toch wel heel erg goed. En we hebben ook bewust gekeken naar de getijden van de zee. Dus met laag water hebben we gelopen, mooi hard strand. Ja. En het was gewoon geweldig. En ook de lichten van het vuur die we hadden neergezet op het strand maakten toch wel een speciale ambiance om te hardlopen. Ja. Beachrun, nog meer dingetjes al gedaan? Ja, van alles wat niet. We zijn momenteel heel druk bezig met het organiseren van een fakkelrun. Een fakkelrun over de Afsluitdijk. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Oh. Over de fakkelrun. Sorry. Ja. Hey, jullie komen zelf allebei uit de sportwereld, heb ik begrepen. Is dat voor jullie een extra drijfveer om dit soort dingen te organiseren? Ja, ik denk het wel. We hebben een soort van... Een soort van opbouw in sport, wat telkens iets meer, telkens wat grensverleggender. Ook nu dingen zelf organiseren. Dus ik denk wel dat het zeker een stimulans is om zulke soort dingen te doen en te organiseren, zeg maar. En er is altijd een goed doel wat ermee gesteund wordt? Ja, dat is wel de bedoeling, om er altijd iets aan te koppelen wat erbij past ook. Dat is wel lastig, want niet bij elke tocht... Is meteen van, daar past dat goede doel bij. Dus daar kijken we wel kritisch naar. En we proberen ook het doel wat we kiezen goed te bekijken van wat doen hun met hun geld en hoe is de achtergrond van die stichting dan weer en waar gaat het geld heen. En we proberen het ook heel tastbaar te maken door het geld wat we binnenhalen met een evenement, om dat ook echt naar de deelnemers te laten weten van joh, daar is het aan besteed, en dat we dat ook weer kunnen vertalen in iets tastbaars, in een stuk materiaal of iets wat bereikt is, zeg maar. Ja, ja. Ja. Jullie hebben ook onder andere de zwemtocht Den Helder Texel weer opgepakt. Ja. Jij komt uit de zwemwereld, Bas. Neem aan dat dat echt een beetje jouw dingetje is. Nou, ik heb, 3 jaar geleden heb ik hem zelf gezwommen, ja, solo. En nou, dat was zo'n gave ervaring dat ik zoiets had van ja, daar kunnen we met BITAF ook iets mee doen door dat groter op te zetten. En afgelopen jaar, 2012, hebben we dan ook, is dat werkelijkheid geworden. Hebben er 25 zwemmers her en der uit Nederland meegedaan en fondsen geworven en gezwommen van Den Helder en Texel. Ja. En het is nou het streven om dat dit jaar iets groter aan te pakken en wat meer publiciteit aan te kunnen geven. Ja. Heb je hem zelf ook gezwommen vorig jaar? Vorig jaar niet. Nee, want als je iets organiseert dan is het gewoon, ben je al met te veel dingen bezig om het te kunnen organiseren. Dan is er geen tijd om zelf in het water te springen en mee te zwemmen. Want er is natuurlijk enorm stroming daar in het Marsdiep. Je kan niet zo van een rechte lijn van A naar B. Dat klopt. Nee, het is zeker een hels stukje. Er komen ook van meerdere kanten stroming. Je hebt stroming vanuit het binnen het Marsdiep zelf, maar je hebt het molengat tussen Tesla en de Razenbol. Dus het is best wel een apart stukje zee. Ja. Maar daar hebben we ook samen met ervaren mensen van de KNRM en van de marine naar gekeken. En die hebben ons daarbij advies gegeven wat nou de juiste richting was om te zwemmen met het juiste tijdstip. En met wat voor condities het wel en niet haalbaar zou zijn om te kunnen zwemmen. En iedereen heeft het gehaald vorig jaar? Bijna iedereen. Ja? Er zijn een aantal zwemmers die hebben een stukje... zijn die mee geweest met een boot en hebben toch wel zwemmend de finish bereikt. Maar hebben niet het gehele traject gezwommen. Okay. Nou, we mogen van degene die voor jullie die zwemtocht hebben vastgelegd, die beelden mogen we nu even uitzenden. En dan gaan we daar nu even naar kijken. Draait het filmpje. Nou, zoals u gezien heeft, dat is toch een hele prestatie hoor, zo'n hele zwemtocht van Den Helder naar Texel. Ik zou het niet kunnen. Op stapel staat een nieuw evenement van jullie, iets wat jullie voor het eerst gaan organiseren. Een fakkelrun op de Afsluitdijk. Nou, dat klinkt fantastisch. Ja, dat wordt hartstikke gaaf. Dat wordt een super tof evenement. We gaan 5 mei, bevrijdingsdag, hardlopend. En we starten om middernacht, heen en weer, over de Afsluitdijk. 63 kilometer afzien. En dat alles ook weer om een goed doel te steunen. En op bevrijdingsdag steunen we natuurlijk War Child. Ja. 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 Maar donker, 12 uur, hoe gaan jullie dat organiseren? Ja, dat gaat er niet meevallen. We hebben niet heel veel teams. We verwachten een aantal teams, maar zeker geen hele hordes. Ja. Dus dat is allemaal goed te overzien nog. We starten in Lenhoever. Onderweg komen een aantal checkpoints tegen waar de deelnemers ook even zichzelf moeten laten zien. We zijn er nog, even controleren. Gaat het goed? Ja. Zijn we nog helemaal bij? Misschien even een schoenenwissel en dan weer door. En de deelnemers doen of de hele afstand of de helft. En daarin doen ze dan ook nog een keertje in duo, waarbij een van de twee deelnemers op de fiets zit en fietst en de ander loopt. Oh, onderweg kunnen ze dan weer wisselen. Dus het is echt een soort een duo, een soort teamprestatie is het. Nou goed, je bent een kleine 6 uur ermee bezig. Dus je moet wel goed op elkaar ingespeeld zijn als team zijnde. Ja. Ja. 63 kilometer zeg je, dat is een heel eind. Ja, ja. Ja, dat is enorm. Ja. Hoe gaan jullie dat bijlichten en verlichten? Ik bedoel, fakkelrun zegt al een beetje het woord. Krijgen de mensen een fakkel in de hand waar ze mee moeten lopen? Of? Ja. Ja, we zijn sowieso bij de start heeft ieder tweetal of in viertal kan die ook worden afgelegd een fakkel. Om in ieder geval het symbolische, ook de benaming van de tocht te symboliseren. Nou, het is niet zo dat de teams de gehele tocht met die fakkel moeten gaan lopen. Bij het eerste checkpoint, ja, het zou wel mogen ze hem afgeven. En dan het laatste stuk vlak voor de finish krijgen ze de fakkel weer uitgereikt. En kunnen ze hem inleveren en kunnen ze finishen na 6 uur. Ja. Nou, en het is voor de fietsers gewoon verplicht om met verlichting te rijden. En de lopers moeten ook verlichting bij hebben om zo zichtbaar gewoon de dijk af te leggen. Ja, want ze lopen langs de snelweg eigenlijk, op het fietspad. Ja. Er is nog wel een hele papierwinkel, denk ik, wat daarbij hoort. Om vergunningen te krijgen, en, of valt dat wel mee? Ja, nou, wij hebben gelukkig van alle gemeentes waar we zeg maar, de vergunningen van moeten krijgen, hadden we het vrij snel voor elkaar. Daar ligt natuurlijk wel een heel groot veiligheidsplan aan te gronden en nou goed, alles wat daarbij komt kijken. Maar ja? het viel mij alles mee. Oké. Hey, en wie mogen er deelnemen aan deze fakkelrun? Is dat echt alleen voor topsporters of is het ook open voor anderen? Nee, het is voor iedereen open, mits je er goed voor getraind hebt. Natuurlijk kunnen wij dat niet altijd controleren, maar we gaan ervan uit als je meedoet aan een fakkelrun van 63 kilometer, dat je wel 3 keer achter jaar krabt van joh, ja, ga ik dat halen? Kan ik dat wel? Ja. En bij de inschrijving moeten ze ook een stukje motivatie melden waarom ze meedoen. Ja. En daarin kunnen we toch wel redelijk achterhalen of de lopers een beetje ervaring hebben. Nou, en door het sponsorgeld wat bijgedragen moet worden om mee te kunnen doen, is het ook wel een prestatie vooraf die je al moet leveren. En daar, als je niet een geoefende sporter bent, haak je dan denk ik wel op af als je weet dat je het niet gaat halen. Ja. Ze moeten sponsorgeld meebrengen, zei je. Daar moeten ze zelf voor zorgen. Is dat een heel groot bedrag? Of is het wel haalbaar voor potentiële deelnemers? Nee, dit is een heel haalbaar bedrag. Voor de zwemtocht hanteren we een bedrag van €750 per deelnemer. Ja. Om te mogen deelnemen. Voor de vakkenrun is dat iets lager. €150 sponsorinleg per deelnemer. Ja. Dus dat is heel goed te doen. Ja. En dat gaat natuurlijk naar een fantastisch doel. Dus. Ja. Het goede doel was War Child, zei je al. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij jullie, neem ik aan. Hebben jullie daar een internetadres voor of kunnen ze jullie bellen? Of? We hebben een website, www.bitaf.nl en daar kunnen ze ook al onze evenementen zien. Waaronder ook de zwemtocht, de fakkelrun, de beachrun en waarschijnlijk in de toekomst meerdere evenementen. En daar kunnen ze zich inschrijven, krijgen ze een inschrijfformulier waar ze inderdaad hun motivatie en hun ervaring moeten opgeven. En daarna krijgen ze ook een mooie profielpagina op de site, waarin ze worden uitgelicht en andere mensen hun kunnen zien. En ook een referentie voor hun, waar ze dus fondsen kunnen werven en zichzelf kunnen profileren op het internet. Ja, oké. Als er kijkers zijn, bedrijven die zeggen van nou, dat vind ik zo'n leuk initiatief, dat wil ik wel sponsoren. Die kunnen denk ik ook bij jullie terecht. Ja, zeker. Op onze website staat een link, word sponsor of sponsor ons. Yeah. En nou goed, als ze daarop klikken komen ze wederom bij een formulier uit. En dat komt er rechtstreeks bij ons in de mailbox. En dan hebben ze contact met ons opgenomen en dan zijn we heel erg benieuwd wat ze ons kunnen bieden. Ja, Nou, ik denk dat we wel jullie stichting, jullie goede doelen leuk hebben kunnen belichten zo. Ik wens jullie heel veel succes met die fakkelrun, want die staat als eerste op de agenda. Heel spannend eigenlijk. Wij zijn in ieder geval voornemens om jullie te gaan volgen erin met de fakkelrun, om daar een klein stukje verslag van te doen. Dat ziet u dan in ieder geval terug in onze uitzending. Nou, bij deze wil ik dat dan afsluiten en jongens, hartstikke bedankt en veel succes. U ook bedankt. Dankjewel. Ja.